de middelbare school heb ik politicologie gestudeerd en een master Conflicts, Territories en Identities gedaan. Mijn naam is Laura, ik ben 26 jaar. Ik kom uit Nijmegen en ik werk bij de gemeente Apeldoorn. Ik ben hier terechtgekomen via een intensieve selectieprocedure. Er waren ruim 400 sollicitanten en daar zijn uiteindelijk 12 trainees uitgekozen. Ik heb politicologie gestudeerd en tijdens mijn studie ook stage gelopen bij Jesse Klaver in Den Haag. En daarna was ik eigenlijk vooral nieuwsgierig naar de lokale overheid, omdat je dan toch dichter op de dagelijkse werkelijkheid staat. Dus zo ben ik bij de gemeente Apeldoorn terechtgekomen. Iedere werkweek is anders. Je kan hier veel van je tijd vullen met vergaderen. Verder zit ik ook veel achter de computer, maar op andere dagen ben ik op pad in gesprek met inwoners of organisaties, ondernemers. Ik werk nu bij de afdeling Strategie en Regie bij het team van de bestuursadviseurs. En dat vind ik echt superleuk. Je werkt dan als adviseur voor het college van burgemeester en wethouders. En je begeeft je eigenlijk voortdurend op het speelveld tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. En die verschillende belangen, dat is echt super spannend om mee te werken. Ik zou echt iedereen aanraden om een traineeship te gaan doen. Het is de ideale manier om erachter te komen wat je leuk vindt, waar je goed in bent. De belangrijkste vaardigheid die ik tijdens mijn studie heb geleerd is analytisch denken. Ik merk dat ik me heel snel onderwerpen eigen maak, snap waar het over gaat, verbanden zie en daarop in kan spelen. Tijdens mijn studie heb ik veel moeten schrijven en presenteren. Nou, dat is iets wat ik wekelijks doe. En ook onderzoek doen, dat pas ik ook nog steeds wel toe. Als ik aan een nieuw onderwerp begin, kijk ik eerst wat is er al over geschreven, wat doen andere gemeentes. En zo hoef je niet van nul te beginnen, maar kun je voortbouwen op wat er al is gedaan.